Dit is zeker een mammoetkies. Okay. Ja, de wolharige mammoetkies. Op het strand van Den Helder is zondag een wel heel bijzondere vondst gedaan. Het Mallacote zag tussen de andere basaltblokken een vreemde kei liggen. Het bleek niets minder dan een echte mammoetkies van zeker tienduizenden jaren oud. Wat vinden we hier nou weer, Eddie? Een stukje draad met visdraad met haken en lood. Ja. Valt zo in de bak gooien. Dat kan niet zoveel kwaad, hè? Nee. Ja, normaal ga je het strand af op zoek, tenminste normaal. Je gaat vaak het strand af op zoek naar explosieven. Ja. Daar kennen de meeste mensen je ook van. Ja, de meeste, ja. Doe je dat nog eens eigenlijk? Ik doe het nog wel eens, ja. Ja. Maar je vindt weinig meer, of? Ik vind genoeg, maar ik heb niks te melden. Totaal niet. Je hebt toch een beetje het idee dat je niet echt serieus genomen wordt? Nee, als de ex-burgemeester mij voor gek verklaart, dan ben ik ook gek en dan vind ik ook niks. Oké, nou, nu heb je iets heel anders gevonden, want wat gebeurde gisteren zondag? Was je ook het strand op? Ja, toen was ik ook het strand op en even een rondje gelopen over het strand. Kijken voor wat de vonden was en dat was er helaas niet. En op de weg terug, de laatste pier, kwam ik een raar voorwerp tegen tussen de keien. De laatste pier die achter jou zou moeten zijn, maar die nu even onder water ligt, ja. Dus daar heb ik een paar keer aan lopen wrikken en vroeten. En toen zag ik al dat het bijzonder was. En eigenlijk meteen hierboven op de kluft aan het kijken en aan het zoeken geweest. En toen kwam ik tot de conclusie dat het een mammoetkies was. En je hebt dan foto's naar wat sites toegestuurd en dan kreeg je inderdaad de bevestiging dat het een kies is. Ja, en dan zit hij geloof ik voor zover ik weet aan deze kant, bovenin. In de bovenkaak. In de bovenkaak. Is dit het meest bijzondere dan los van explosieven wat je tot nu toe op stad gevonden hebt? Hangt erom. Nou, dit is een van de mooiere, maar ik heb vorig jaar ook nog een paar delen van een Spitfire gevonden. Maar ook dan zeer bijzonder. Ja, dit is in ieder geval het oudste wat je gevonden hebt. Dit is het oudste wat ik ooit heb gevonden, ja. Ja. En ga je hem nou gewoon thuis zetten of gaat hij aan? Ik ga hem laten conserveren door een van de archeologen die dat gaat regelen voor mij. En dan zet ik hem of thuis neer of bij een vriend van mij, Roger Bos. Die heeft er jaren naar gezocht en nooit gevonden. En ik vind hem, dus ik denk ja, bij toeval, dat hij hem wel mag hebben daarmee. Is nou de kans groot dat er nog één of meerdere te vinden zijn? Of? Heel klein. Heel klein, ja. Heel klein. Ja. Het is niet zo dat als er eentje gevonden wordt, ze vaker meerdere vinden. Heb ik van begrepen van niet, nee. Het zijn maar enkele botjes die je her of der vindt. Bijzonder mooi. Ik ben er blij mee.